Een tijdje geleden hebben mijn collega's en ik samen een onderzoek gedaan naar de problemen die mensen op de eerste lijn in de ouderenzorg hebben. En daar hebben wij geleerd dat die eigenlijk drie grote problemen hebben. Dus dat er eigenlijk... Maar ja, drie? De drie grootste problemen, ja. Het eerste dat ze hebben is dat zij eigenlijk geen actuele patiëntendata hebben om mee aan de slag te gaan. En een tweede is dat zij geen tijd hebben om nieuwe mensen op te leiden. En een derde is veel te veel administratie. En daar hebben wij iets aan gedaan. We hebben een platform geschreven. Dat ziet er zo uit. En dat laat eigenlijk mensen die actief zijn in de zorgsector beter en efficiënter hun werk doen. Aha. Alleen maar met dat ding? Alleen maar met dat ding. En dat is ook wel op tikken nog, hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Daar moet je niet veel voor gestudeerd hebben om dat te kunnen, hè? De klant wassen. Oh, ik heb dat nu gedaan. Voilà. Oeps. Geen probleem. Dan tikte jij daar, als je zegt van dat is een foutje, dan tikte je dat terug op en dan is het terug weg. Ah ja, ik moet hem nog eens wassen nu. Ja. En het is pas als je de kamer verlaat of de residentie verlaat, dat die taak wordt gefinaliseerd. Dat is dermate geschreven dat een zesjarige dat verstaat wordt. Ja, 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 inderdaad. Mijn jongste is nu zeven. Maar hij heeft ermee gespeeld toen hij zes was. En als hij het begreep, dan was het goed. Ja, maar ja, dat is de swipe the open generation. Hè. Dat is, ja. Alleen nu maar hopen dat een 70-jarige dat ook begrijpt. Wel, de 70-jarige moet het niet begrijpen. Het is de zorgkundige die het moet begrijpen. Oh, je denkt dat die van... Nee. Dat ziet er goed uit. Dank u. Ja, snap het. Dat had niet verwacht, hè.